Hallo, ik ben Christine. Ik zit in de walviszaal van Ecomare. Hier vind je echte skeletten van walvissen die gevonden zijn in de buurt van Texel. Hierboven vind je het kleinste skeletje van een bruinvisjongen. Maar we hebben nog veel meer skeletten, bijvoorbeeld van de bultrug en de potvis. En die zijn echt een maatje groot. De bultrug bijvoorbeeld, die komt regelmatig voor in de Noordzee. Die kan hier goed zijn voedsel vinden. En die zeeft hij uit met zijn baleien. De potvis heeft een bek vol tanden. Potvissen vind je hier niet zo vaak. Als er hier al eentje voorkomt, is dat meestal een verdwaald mannetje op zoek naar een vrouwtje. Ze eten voornamelijk inktvissen en die vind je hier niet genoeg. Deze potvis heeft een extra betekenis voor mij. Ik was er namelijk bij toen hij schoongemaakt werd. Hij is doodgevonden op een zandplaat in de buurt van Texel. Is naar de haven gesleept en daar hebben we hem helemaal schoongemaakt. Met grote messen hebben we al het vlees van zijn botten afgesneden. Nou, dat was een ontzettend vies werkje, maar reuze interessant. Ik was echt verrast door de herkenbaarheid van de botten die tevoorschijn kwamen. Wervels, ribben, schouderblad met daaraan, op de plek waar de vin zit, een complete arm. Bovenarm, onderarm met de twee botten, middenhandbeentjes, vingerkootjes, complete hand. En dat zie je bij alle walvissen. Zelfs bij het kleine bruin visje een complete arm met hand. Bij het schoonmaken van deze potvis kwamen we iets heel bijzonders tegen. Vreemde klonten in zijn darmen. En dat bleek ambergris te zijn. Dat is een heel kostbaar goedje wat gebruikt wordt in de parfumindustrie. En ontzettend zeldzaam is. Dat mochten we verkopen. En van dat geld is deze tentoonstelling gebouwd. Tot ziens!